En ik kreeg eergisteren was het een mailtje van Alex. Alex, goedenavond. Hey Frank, hey, goedenavond. Hey. Ik kreeg een mailtje van jou met een heel lang verhaal erin. Wat een heftig verhaal, maar ook wat fijn dat je me mailt. En ik vond het ene zinnetje, en dat had ik net met Puk van de Planning ook over. Het ene zinnetje vond ik heel mooi. En ik dacht, nou ja, daar kan ik sowieso aan tegemoet komen. Ik zou het gewoon heel tof vinden als Noortjes naam nog een keer te horen is op de Nationale Radio. Misschien met het verhaal eromheen. Nou ja, haar naam is nu gevallen, Noortje. Ja. En ik wil het verhaal ook horen op de radio. Noortje van Schagen. Dat is een meisje uit het kleine dorpje Waarland in Noord-Holland. En het ging al een paar jaar niet zo goed met Noortje. En vorige week maandagnacht heeft ze een einde aan haar leven gemaakt. En dat was natuurlijk een enorme schok. We wisten wel dat het niet zo goed met haar ging. Maar we hoopten eigenlijk altijd dat ze misschien dat niet zou doen. Hoewel ze daar wel eens over heeft gesproken hoor. En toen die maandagnacht was het zover. Nou ja, je kunt je voorstellen wat voor verdriet dat geeft voor haar familie. Maar vooral voor haar vader, Jack, dus mijn broer. En zijn vriendin, vrouw, Margot en haar grote zus Doris. Want hoe was het, want jij bent haar oom Alex. Hoe was het contact dan met haar over haar depressie? Over haar niet willen leven? Ja, nou ja, weet je, dat contact was wat mij betreft de laatste maanden was dat er af en toe. Maar vooral met haar ouders, die hebben stad en land afgereden en gezocht en gebeden om hulp, om goede hulp. En die hulp was er ook wel, maar de echte goede hulp, die afspraak had ze vandaag. Waar we van hoopten dat misschien iets zou worden waardoor ze misschien opgenomen zou kunnen worden. Maar ja, dat... Dat was een week te laat. Aan wat voor hulp moet je dan denken? Want je zegt, ze kregen hulp, maar de goede hulp was er nog niet. Ik denk aan hulp, wat zou je zeggen? Psychologen? Iemand die een goede diagnose kan stellen van wat ze nou precies mankeerde. Want ja, je kunt op zoveel kanten, qua psychiatrische aandoeningen, kun je een kant op. Maar ja, wij konden haar in die zin niet meer helpen. Alleen maar hopen dat er snel iemand zijn tanden in zou zetten om te kijken of ze Noortje zouden kunnen helpen. En of dat dan uiteindelijk geholpen zou hebben, dat weten we natuurlijk niet. Ja. Maar ja, dat is niet gebeurd. En dat is ook wel een beetje wrang in dit verhaal. Ja, en dat is een beetje die machteloosheid die je ook beschrijft in je mail. Want sowieso heel veel verdriet, wat je al zei. Heel veel ellende en verbijstering ook. Dat een meisje van 16 het zo zwaar heeft dat ze besluit eruit te stappen. Maar ook die machteloosheid, dat er dus niet de juiste hulp voor haar te vinden was. Ja, dat is zo ongelooflijk kansloos. En dan word je zo boos van ook. En ook heel verdrietig. En ik weet dat er echt... Dat is geen onwil, maar het is gewoon heel ingewikkeld. Als je je been breekt, dan loop je naar het ziekenhuis. Of dan lig je. Dus ben je zo in het ziekenhuis en dan gooi je de gips omheen. Maar als je dus in doodsnood bent, dan kom je op een soort wachtlijst. Want er zijn ontzettend veel kinderen die geholpen moeten worden. Het is natuurlijk ook wel iets moeilijker, hè? Een breuk in je been, dat is iets makkelijker te genezen dan misschien een breuk tussen aanhalingstekens in je hoofd. Ja. Nou ja, dat blijkt wel. En ze was ook een soort van terminaal ziek, zo zou je het kunnen noemen. Ja. En maar goed. Maar er was een troost. Er was een troost, Alex. En dat vind ik heel mooi dat je dat ook schrijft. Want inderdaad, je zegt ook in je mail, de hulpverlening in Nederland faalt hopeloos in mijn ogen. Maar je wil ze niet aanklagen. Je wil niet een enorme klacht nu tegen de hulp en de hulpverlening in Nederland. Maar je wilt wel even aanstippen. Maar je maakt een mooie brug ook in je mail van... muziek was een enorme troost voor Noortje. En dat had ze met verschillende Nederlandse artiesten. Onder andere Jet Rebel en Thomas Azier. Dat draaiden ze ook veel. En dat luisterden jullie ook op haar uitvaart, toch? Vertelde je. Juist, klopt. En ook Radiohead. En ook oude nummers zoals Kansas, Dust in the Wind. Wow. Dat was ook een van de favorieten, ja. Daar begonnen we mee en eindigden we mee tijdens de uitvaart. Je kunt je voorstellen dat heel intens is. Tranen. Ja, absoluut. Heel veel tranen, denk ik. We hebben alleen maar gehaald de afgelopen week. Ja, dat is natuurlijk, hoe voel je nu eigenlijk? Ja, dat wisselt, hè. Ik bedoel, na zo'n week, ik was er de hele week bij mijn broer en zijn gezin. En zondag was de uitvaart en maandag ging er weer in huis, we drinken een kop koffie. Ik vond het ontzettend moeilijk om ze een soort van alleen te moeten laten. Van ja, holy fuck, nu gaat het... Het leven weer verder en de klok gaat weer tikken en we moeten allemaal weer aan het werk. En dat was afgelopen zondag, het is nu woensdag. Dus je hebt het pas net eigenlijk achtergelaten. Want je bent een week heel intensief bezig met die uitvaart en met het verdriet delen. Maar je hebt ook iets om handen en op een gegeven moment heb je dan dat zwarte gat. Dat inderdaad de klok weer doortikt en je weer naar je werk moet.
hoe moeilijk is dat? Ja, dat is niet te bevatten. Fucking moeilijk is dat. Ja, dus dat, ja, weet je, en dan ben je steeds van, oh, wat kan ik voor ze doen? En iedereen vraagt, kan ik iets voor je doen? En nou ja, eigenlijk toen ik hier zag lopen, toen dacht ik, want Noortje zei altijd, ik sprak haar 2 weken geleden na een concert. En toen vroeg ik, appte ik met haar en toen zei ze, hoe gaat het met je? Nou ja, niet zo goed, zei ze, maar ik was gisteren bij Maria Diamandis in de Melkweg. En dat gaf echt zo'n mega geluksmomentje. En weet je, ja, dat gaf haar veel troost en steun, zeg maar, in haar zware leven. En ik moet ook zeggen dat het niet alleen maar zwaar was, hoor. Want het was niet alleen maar kommer en kwel. Want ze overdag, ze had best plannen en ze wilde veel doen. En ze hield veel van muziek en ze appte ook allemaal vrienden en vriendinnen van, dit moet je luisteren, dit is te gek. En daarom dacht ik natuurlijk, ik was van de week eventjes op haar kamer en daar zag ik op haar bureau 2 kaartjes staan voor Naas in Bitterzoet. En dat is volgende donderdag. Ja, 12 december is dat. Er staat 3 avonden zelfs, 10, 11 en 12 december. En daar had je eigenlijk een vraag over, want dat vind ik wel mooi. Je zei, probeer iets voor elkaar te doen. Dan probeer je naar een geluksmomentje te gaan voor Noortje toen. En voor jullie nu. En ook misschien een beetje afleiding. Ja, natuurlijk. Je moet afleiding hebben. Je moet vrienden om je heen hebben. Je moet dingen doen. En je moet verwerken. En het leek me zo mooi dat ze dan, nou ja, goed wat zij zou willen horen. Met haar vriendin Loes zou ze gaan. Dacht ik van, nou ja, hoe tof zou het zijn als wij het allemaal voor haar kunnen horen. En dat ze daar met z'n allen naartoe gaan. Ja. Er was alleen één probleem. Naas is zo populair inmiddels dat het stijf uitverkocht was in de Bitterzoet in Amsterdam. Dat had ik natuurlijk ook wel gezien. Maar jullie hebben 2 kaartjes. Hoe wrang ook. 1 van Noortje, 1 van Loes. Maar je zou eigenlijk met een deel van de familie willen gaan. Ja, natuurlijk. Ja, het zou ook zo geweldig zijn als als Jacques, Margot en Doris ook mee kunnen. En dan, nou ja, goed, dat moet ik ook wel mee natuurlijk. Je hebt veel voor haar gedaan. Je hebt hoor ik in het normale leven al veel met haar geappt over muziek, over geluksmomentjes. Maar je hebt ook na haar leven met de uitvaart enorm geholpen. Dus het is ook wederom, het draait echt om Noortje, want zij is overleden. Maar het draait ook om de mensen om me heen. Ik weet het in mijn eigen familie. Mijn vader is erg ziek aan Alzheimer. Ja, en dan gaat het vaak over mijn vader. Mijn oma is 3 weken geleden overleden. Gaat het heel veel over mijn oma. En dat is ook terecht, want daar gaat het ook om. Maar de mensen omheen moeten heel hard werken. En die verdienen ook aandacht en liefde en afleiding. Ja, en ik moet ook zeggen dat ik absoluut niet de enige ben die ontzettend veel gedaan heeft. Want dat was een groot warm pad. Dus daar zijn ontzettend veel mensen. Er was zo ongelooflijk veel warmte en liefde en aandacht voor. Met hoeveel mensen wil je gaan, Alex? Nou ja, zoveel mogelijk, maar 5, 6, 7, 8, zeg het maar. Ik weet niet of je wat hebt. Nou, ik heb vanochtend, we spreken woensdagochtend altijd de platenmaatschappij. Die komen dan langs bij 3FM om de nieuwe muziek te laten horen. En toen heb ik de schakel tussen de radio en Naas aangesproken. En toen heb ik dit verhaal verteld en hij was ook geraakt erdoor. Ik heb 5 gastenlijstplekken voor een uitverkochte show nog kunnen regelen. Ontzettend lief, man. Echt, daar ben ik heel blij mee. Dus, alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Ja, heel veel plezier wil ik je wensen ook wel. Ja, nou, ik denk dat het wel gaat lukken. Het zal wel lastig zijn, maar goed, het zal ook heel mooi zijn. Hou je haaks, jongen. Dankjewel, man. En kusjes aan iedereen daaromheen ook. Ik ken je niet, maar het voelt toch alsof we elkaar zo kunnen helpen op deze manier. Ja, leuk om te horen. En fantastisch dat je dat gedaan hebt. Dankjewel. Ik ga ook Naas even draaien, omdat het past er helemaal bij. Dankjewel. Doei, Alex. Joe, bye bye.